Skills Masters is een heel groot beroepenevenement waar bezoekers komen, zeg maar, van het VMBO en van het MBO, die een beroepskeuze gaan maken. Wij staan hier met de schoenenstellers en die hier ook wedstrijden aan het doen zijn vandaag. De schoenmakers hebben vooral behoefte aan nieuwe beroepsbeoefenaren, dus aan mensen die ook schoenmaker willen worden. We hebben hier 6 leerlingen en die 6 leerlingen strijden tegen elkaar voor het Nederlands kampioenschap tot en met 24 jaar. En die laten hier dus live zien wat een schoenmaker de hele dag doet. Bij ons moeten ze een paar herenschoenen en een paar damesschoenen repareren. En dat is dan echt helemaal de hak opbouwen, van een binnenvoering voorzien, een binnensool. En dan eigenlijk laten zien wat ze altijd in hun schoenmakersbedrijf doen. Vervolgens moeten ze die schoenen op wedstrijdniveau afwerken. Dus dat betekent dat het echt heel top is wat je moet laten zien. We zijn in Ahoy Rotterdam vandaag voor een wedstrijd. Ja, heel leuk, er zijn heel wat mensen en heel wat verschillende mensen ook. Dus ja, heel leuk, leuk druk. We laten eerst gewoon een stukje van onszelf zien, wat wij doen. En ja, de mensen hier, de kinderen en zo, die zijn hier ook vooral om te kijken wat we zelf willen doen, omdat ze dat nog niet weten. Bij ons kunnen ze hun schoenen oppimpen met gekleurde veters. Dat wil zeggen dat ze in hun sneakers nieuwe veters doen, de oude eruit en ja, ze zo mooi mogelijk erin zetten. Daarnaast is ook een onderdeel van de wedstrijden dat de jongeren schoenen moeten poetsen van alle passanten. Ja, dan gaat het erbij, ben je extrovert, ben je creatief in het werven van mensen en ja, neem zoveel mogelijk op een positieve manier laat zien dat jij eigenlijk het waard bent om ambassadeur van ons vak te worden. Dit is gewoon een goede oriëntatie. Je kunt jongeren zien wat schoenmakerij is. Dat het niet alleen voor oude mensen is, maar ook voor jongeren. Wat je hier allemaal mee kan doen en kan bereiken. Ze kunnen het allemaal hier live mooi meezien. Het is gewoon een perfecte locatie om je beroep te promoten. Je moet niet bang zijn voor vieze handen, maar je kan het s'avonds gewoon afwassen hoor.